Alex Pastoor, ik hoor je zeggen, we hebben er alles aan gedaan, maar ja, het zat er niet in vanavond. We hebben er alles aan gedaan en het zat erin. Maar we hebben niet de kwaliteit getoond om het echt een feit te maken. Ik denk dat we als team goed gepresteerd hebben. Misschien wel beter dan Vitesse. Maar de individuele klasse aan de kant van Vitesse, die was te veel voor ons. En, ik denk dat als je kijkt naar Louis Baker, de twee goals, dat daar de klasse vanaf droop. En dat heb je te accepteren en daar moet je ook je pet voor afnemen. Die eerste goal viel redelijk vroeg, hè, na 13 minuten. Hoe vond je dat jouw ploeg daarmee omging met die tegenslag? Laten we beginnen met die fase daarvoor. Ik denk dat we daarin het overwicht hadden. Een hele goede schietkans hadden van Cabral, die in feite makkelijker was dan die van Baker. Daarna hadden we het niet overdreven makkelijk, maar we gaven echt helemaal niets weg. Eén keer kwam Rashica nog door aan de rechterkant toen Sharon mistimede. En voor de rest hielden we het dicht. Daarna kwam er weer een hele goede schietkans van Cabral. En bleven we toch wel een soort van overwicht houden. Alleen dat overwicht kwam qua gevoel niet helemaal door, omdat zij af en toe de bal rondspelen. En daar kregen wij dan geen druk op. Maar ja, dat was voor ons totaal ongevaarlijk. Dus ik vond dat redelijk ging. Nou, en met name in de tweede helft. Ja, toen hebben we de bakens wel behoorlijk verzet. Ja, en in zijn totaliteit kun je zeggen dat het aantal kansen, mogelijkheden, gevaarlijke momenten heel zwaar in ons voordeel was. Het aantal gescoorde goals was in ons nadeel. Dat doelpunt van Baker, dat eerste doelpunt, die 1-0. Hoe keek je naar de rol van Kortschmidt bij die goal? Want het leek alsof die bal misschien wel houdbaar was. Ja, het was. Kijk, wij staan te wachten op een verre inworp. Die kwam niet, dus dan moet je er wat sneller afkomen. En ook daar moet je Baker een compliment geven. Die jongen is zo tweebenig, dus die bal die was behoorlijk strak. En in de baan van het schot zijn nog 1-2 spelers die denken, ja, die blok ik nog. Dat maakt het voor Roy niet veel gemakkelijker op. Dus als ik al ooit van schuld spreek, en dat doe ik niet, dus ook nu niet, dan was het wel een heel lastige bal voor hem. Defensief, in de eerste helft zagen we de switch tussen Van Drongelen en Floranus, hè, die van positie wisselde. Waarom was dat? Nou, rond de 37e minuut gingen zij naar een 4-4-2 met een ruit. En dan wilden we de poppen even op een andere plek hebben. Dus daar waren we op ingericht. En dat hebben ze meteen zo gedaan. In de tweede helft valt dan die 2-0. Dacht jij toen, het is klaar? Ik denk het niet, want er viel ook nog wel een tijdje te spelen en wat aan te passen ook. Ja, kijk, voor die 0-2... En dan hik je er met een aantal situaties al tegenaan dat die gelijkmaker die hing in de lucht. Zij waren natuurlijk wel leep op de counter, maar hij hing in de lucht. Normaal gesproken krijg je dan natuurlijk de hamer behoorlijk in je nek. Maar ja, op dat moment waren er nog 18 officiële minuten plus blessuretijd te spelen. Nou, en dus is er nog tijd zat. In 10 minuten kun je 3-4 goals maken. Dat lukt alleen als je er met z'n allen in gelooft. En dat hebben ze gedaan. Want volgens mij 1,5-2 minuten daarna, toen lag je er al in. En de kop schiet en allerhande mogelijkheden, die regen zich aan één. Dus wat dat betreft zijn we echt tot de laatste seconde zijn we bezig geweest om die gelijkmaker te forceren. Zeer helaas is dat niet gelukt. Het verhangen is dan het mooie vuurwerk vooraf. Helaas geen gevolg kunnen geven met vuurwerk op het veld. Nou, ik vond wel dat er vuurwerk op het veld was. Alleen niet in de uitslag. Die blijft staan. Dus naar. Ik bedoel, dat geeft veel teleurstelling. En dat zal nog wel even stroef wakker worden morgenochtend worden. Maar ja, dat is je leven als sportman. Bij succes of zo'n teleurstelling is het de boel bij elkaar graaien, herstellen in het lijf en in het hoofd. En op naar de volgende wedstrijd. Ja, want die volgende wedstrijd is een grote hier thuis tegen Feyenoord. En dan is het, kan ik me voorstellen, ook zaak om deze teleurstelling snel weg te spoelen. Ja, zo is het precies. Ik bedoel, dat had met een overwinning zo geweest. En dat had nu zo geweest. Je moet er klaar voor zijn. En ik beloof je,
wij zijn zondag klaar. Misschien is dat nu nog lastig omdat dat zure gevoel ook nog flink overheerst. Maar kun je desondanks met die halve finale plaats terugkijken op de bekercampagne, ja, met een gevoel van trots? Ja, kijk, vooraf zeg ik, weet je, die bekercompetitie die telt maar op één manier en dat is om die beker te pakken. De weg die we daar naartoe bewandeld hebben, dat hebben we zorgvuldig gedaan zoals we dat met elke wedstrijd doen. Er is met kwaliteit gewerkt en er is met heel veel inzet gewerkt. Ja, ik denk dat we daarin optimaal hebben gepresteerd. Vandaag zat er door een verschil in individuele kwaliteit niet meer in. Als team hebben we het uitstekend gedaan.